is. Niet ontbeten, denk ik. Wauw. Trots op jou. Hey. En dan gaan we eens even. Hey, ja, en wat is er dan? We gaan aangekomen. Een meisje. Zie je, zo schattig. Zich herhaalt. Baby's ruiken zo. Een tipje, zeg. Klein kereltje. Nou, hoor. In zijn boek. Een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's mini-vloggers. En het is zaterdagochtend 3 juli 2021. En we zitten even lekker wakker te worden in ons grote bed. Een beetje traditie is zaterdagochtend. Wakker worden met z'n allen. En nou met Luxie's erbij. Ik ga rond, ik nu eerst even Luxie knuffelen. Dan knuffel ik Lucille. En dan knuffel ik Johan. Broertje heeft heel veel aandacht. Ik zet hem zo op mijn benen. Ja, laat me zo maar even doen. Mooie haartjes heeft hij. Zijn kluisjes. Goedemorgen, vriend. Goedemorgen, zo is het. Ik heb de hele tijd bij Lucille lekker naar armen geknuffeld. Wat krijgt hij toch een knuffeltjes. En lijkt het nou zo, maar hij heeft echt een mooi kleurtje. Dat hadden jullie allemaal. Al een beetje breugtint kleurtje. Dat is schattig. Zo simpel. Dat deed hij ook wel. Wat hij net deed, met het hoofdje zo, dat deed jij ook. Kijk, dit. Ja, die vondjes. Ja. Die vondjes. Schattig, hè? Ja, die vondjes zijn al zo uitstekend. Dat is zo schattig. Hallo, Lucius. Ja. Dat is jouw grote broer. Hallo Lucius. Goedemorgen jongen. Onze lieve Ina komt zo weer alweer bijna. Het zit op niks. Dus stel nog even naar. Mijn op. Ja, ik denk dat jongen. Waarom doen jullie dat toch goed? Ach, ik denk dat. Dit al. Zullen we dat goed? Ik kan zien dat jullie allemaal heel goed hebben geoefend met de babypop. Nou. Een oude babypop. Ik heb het al. Dit is Luxie. Ik zag je gisteren ook naast broertje liggen. Toen papa naar buiten kwam en dacht ik, oh, wat is Luxie groot. Ze is groot. Oh. Dat is logisch. Nu zijn de handjes van Luxie heel groot ten opzichte van de handjes van Luxie. Zie je dat? Heel. Heb jij echt hele grote handjes al? Grote zus. Grote. Grote zus Luxie, grote zus Lucilla en grote broer nu. Nou, ik ga het nog even lekker door. Dan gaan we zo ontbijten als iedereen er is. Lieve Stien, hè? Ja. Nee. Mijn schatje, heb je lekker geslapen? Heb je wel lekker geslapen? Die mocht uit. Ja, die is de derde dag. Of tweede dag. Die niet uit. De derde dag. Derde dag. Die niet uit. Ja. Waar is hij uit? Uit de buik. Hij is niet uit de buik. Ja. Uit mama's buik. Hier zat hij eerst in. En nu ligt hij hier. Oh, hij heeft de hik. Zie je dat? Heb je de hik? Dat had hij ook wel eens in de buik van mama. Ja. Kon mama ook voelen. Hik. Hik. Ik kan niet stoppen met kijken naar jou, echt waar. Zo lief. Zo lief. Ik. Ja. Ik. Slaat hij weer. Oh, oké. Okay. Een kistje van visje. Dat is zo lief. Dat is zo lief. Ja. Je bent ook lief. Ja. Is je nou handen lief? Hoef je weer recht? Wat kan jij, schatje? Oh, wat knap. Heel knap van jou. Dat is een mooi trucje. Met je pluishaartjes. Ik hier op de hand. Ja, dan ga je weer staan.
heeft trouwens heel lichte donsjes, als jullie zien. Blonde, rossige donsjes. Een beetje wat Luxie ook had in het begin. Dus het wordt gewoon weer een vanouds blond kopje, denk ik. Hier. Mama. Ja. Mama, deze doen. Mama haar doen. Ja, dat is mama clip voor de haren. Kijk jongens, hoe klein die is. Voetjes. Nou, Lucilla en Luxie die zijn zich even naar de haartjes aan doen. Johan is zijn bok aan het aankleden. Gaat alles goed? Ja, Luxie is in het bad gevallen. De lipstick viel in het bad. Oké. Okay. Mam, is een lange broek met een korte mouw goed? Ja, dat is goed. Wordt vandaag, ik weet niet precies wat het wordt. 20 graden of zo? Help me met jouw lippenstift. Ja, ik zie even. Ik zie hier. Ze heeft geknoeid. Heeft Lucilla geknoeid? Ja. Je lippenstift even terugleggen. Ik ga bellen met een kleurtje. Alsjeblieft. Vandaag is onze. Ik moet even goed nadenken, want hij is natuurlijk in de nacht geboren. Dat was op 1 juli. En die dag was de eerste dag. De tweede dag is de derde dag. De derde kraamdag. En vandaag komt Ina weer. Het is zaterdag. We hebben vanmiddag wat kraamvisite. Daniels zus en de man en de kindjes komen. Even de baby bewonderen. En voor de rest veel rust nemen natuurlijk, want dat heb ik nog steeds nodig. Ik moet zeggen dat de slapeloze nacht wel meevalt. Omdat ik natuurlijk en toch ook borstvoeding geef. En hij hier zo naast me ligt. Maar eigenlijk best wel veel aan de borst verder slaapt, zeg maar. Dat is heel fijn om dat te kunnen doen. En hij slaapt dan ook gewoon weer lekker door. Dus dan wordt hij heel even wakker. En ik word natuurlijk wakker van ieder klein kreuntje word ik al wakker. Mijn lakken af. Oh ja, maar dat doet mama straks even, goed? Nagelak doet mama straks even. Ja? En dan... hoort het kleine kreuntje, leg ik hem meteen aan. En dan pakt hij meteen de borst en begint meteen te zuigen. En dan drinkt hij. En onder het drinken valt hij dan weer in slaap. En dan ga ik ook weer verder slapen. En dat is vannacht eigenlijk 2 keer. Ik heb niet meer op de klok gekeken, jongens. Want ik ben dan zelf ook nog half slaperig. Dus dan, de klok die staat hier verder achter. Dus ik kan de klok niet goed zien als ik hem aan heb liggen. Maar volgens mij kwam die rond een uur of 3. En gisteravond dan om 12 uur. Rond 1 of 3. En dan vanochtend werden we hier weer met z'n allen wakker. Dus 2 keer ben ik 's nachts wakker geweest. En heb ik de borst gegeven en is hij weer verder gaan slapen. Hij heeft droompjes. Dus dat is allemaal heel goed gegaan. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het gaat met het melkkolven. Aangezien bij Luxie heb ik deze kolf die ik nu heb, heb ik toen met Luxie aangeschaft, maar eigenlijk nooit gebruikt. Dus echt met borstvoeding geven is voor mij al, of met de kolf is voor mij toch alweer met Luan. Eigenlijk het langst geleden met Lucilla. Lucilla wilde absoluut geen fles. Wat jullie gisteren zagen in de vlog dat hij een flesje pakte, heeft Lucilla nooit willen doen. Die duwde meteen die fles weg. Bij Luan dus wel, omdat ik toen ook gewoon werkte natuurlijk in de schoenenwinkel. Toen zat ik te kolven in de schoenenwinkel tussen de dozen met die dingen. Heel grappig als ik daar weer aan terug denk aan die tijd. Dus het kolven nu is voor mij dus ook alweer een tijd geleden. Omdat ik met de meisjes dat gewoon niet zoveel heb gedaan. Maar het nu toch ook wel weer leuk is om hun natuurlijk ook hun flesmomentje en Daniel te gunnen. Wil ik ook dat kolven wel gewoon weer oppakken. Dus gisteravond weer een flesje gekolft. Straks ook weer eventjes doen, zodat hun dus de voeding kunnen geven. Ook overdag. En fijn natuurlijk dat ik gewoon 's nachts de borst kan geven. En we gewoon wel een goede nachtrust pakken, voor zover een goede nachtrust is. Ik slaap natuurlijk niet super diep. Maar wel gewoon voldoende om me fit te voelen, zeg maar. Even zien. Ja. Nou, dan ga ik ze ook maar eens uit bed. Wil je even op hem letten? Dan kan ik hem aan, of kan ik mezelf aankleden. Ja, tuurlijk. Wil je hier liggen waar ik lig? Ja. Moet ik hem zo vasthouden hoe jij hem nu ook doet? Ja. Ga maar liggen. Zo, lig je goed zo? Heerlijk. Hier lig ik aan met lusjes.
Nou, ik blijf nog even lekker met Liesjes in bed. Ik heb wel gehoord, hoor. Goedemorgen, Ina. Goedemorgen. Nou, wat zei mama? Ga jij hier maar even liggen? Dan kan ik even mijn dingetjes doen. Ja, maar nu moet hij even verschoond worden. Ja, trots is een goede broer. Ja. Trots op jou, hè? En dan kijk, ach, kijk dan het verschil. Hè? Mijn grote zoon, moet ik kijken. En mijn kleine zoon. Oh, en mijn grote meisjes, Luxie en groot Lucia. Gaan jullie wel helpen verschonen? Wat is mama aan doen dan in de sauna? Is mama lekker in de sauna? Gaan we even lekker aan het poetsen. Oh, lekker. Gaan we aan het poetsen. Ja, ik heb de wasmachine alweer even aangezet. Met de badlaken, zodat die ook allemaal weer schoon zijn. Zo. Ja, dus de eerste was die eruit. Ja, die hebben we uitgedaan. Mam, weet je waar de sokjes zijn? Ja, die heb ik nog afgedaan. De wasmand? Oh, die is ook uit. Ina, jij hebt ook niet ontbeten, denk ik. Ik ga de tafel dekken, goed? Wel? Ja, oh, oké. Okay. Nou, ik dek de tafel. Voor jou een kopje thee? Een kopje thee is ja, een kopje thee. Terwijl Ina met de kinderen Luusjes al even aan het verschonen is. Ga ik eens even kijken hoe het met mijn prinses is. Ding dong, kunnen we even kijken? Ja, ze hebben. Kijk. Ik kan gewoon weer deze broek aan. Echt waar? Kijk. Nou joh. 5 en 8. Wauw. Ongelooflijk, schat. Ik moet er wel afvallen, hoor. Mijn benen willen. Ja, we gaan straks als het weer mag, samen tennissen. Het zakt. Samen banen zwemmen. Het komt helemaal goed. Nou. Ik heb dus niet zo sterke buikspieren. Maar... Nee, maar is logisch. Hallo, het is de derde dag. Het kan wel zo, hè? Hey, het is de derde dag. Je hebt 7 kraam. Nee, heel wonderlijk. Als ik borstvoeding geef, dan voel ik mijn buik krimpen, joh. Ja, trek ik strak. Ja, het doet wel pijn, een beetje pijn, na weeën. Maar dan voel je gewoon dat het krimpt. Ja, ik wil vandaag ook borstvoeding aan geven. Dan gaat hij bij mij hopelijk ook krimpen. Echt zo. Ik heb al 9 jaar zwangerschap, Guido. Die ik gewoon niet kwijt van sinds Luan. Maar als je misschien aan de borst kan bij mama, dan doe je dit zo. Nee. Helaas, pindakaas. Dan had je ook een baby moeten baren. Oh ja. Dat had je niet overleefd. Trots op jou, ik ga de tafel ontdekken, dan ben ik beter. Doei. Nou, ik ben inmiddels klaar. Ja, en hier zitten de hulptroepen alweer klaar. Ja, zeker. Kijk, schone luier. Wil ik hier... schoontjes. Oh ja, kom maar helpen met de baby. Laat kijken. Daar is je broertje. Oh, die wil vandaag ook een beschuitje met muisjes. Hey, Liesjes. Hallo. Wil je ook een beschuit met muisjes? Lekker sappen. Ja, lekker duimpje. Kom lekker een duimpje sappen. Heerlijk, hè? Mooi broertje, hè? Kijk dat broertje, Liesje. Ja. Hoi, je grote zus, hè? Is duimpje het zo? Duimpje. Niet duimen. Ja, dat is een duimpje. Ja, je duimpje. Kijk, zo mooi. Kijk, heel helder met zijn oogjes. Ik heb wel gisteravond. Oh, heerlijk. Dat is het ontbijt. Je is wel een tevreden broer. Hij ligt lekker op de eettafel. Ja, lekker. Ik heb er wel even deze, hoor. Ik vind het veel leuker. Ik vind het veel leuker. Kijk hem. Tevreden zit hij zo naar me te kijken. Je wat zeg. Hallo. Hallo. Hallo, vriendje. Wat ben je mooi. Wat ben je mooi, Lucius. Kijk eens, wat ben je mooi vandaag. Nou, we gaan even niet op ontbijt. We hebben het ontbijtje lekker op. En nu gaan we hem voor de tweede keer in de Timmy-tip doen. Met een nieuw setje aan. Lucilla is alweer aan het uitkleden. We hebben hier een kruik. En daar hebben we alle kleren ingerold. Zodat de kleren lekker warm zijn als hij zo meteen uit het badje komt. Nu zit het badje alweer klaar. Met een doekje erbij. En dan gaan we eens eventjes kijken of hij het vandaag net zo lekker vond als gisteren.
Gisteren vond hij het wel lekker uiteindelijk. Maar weer lekker in de Timmy Tip. Kijk, heeft zijn vuistje alweer gevonden. Lief, hè? Gezellig. Schattig, hè? Nu is het moment om te kijken of die gegroeid is door de melk. Nu zit 34 gram aangekomen. 30 gram aangekomen. Nou, hij is dus 30 gram aangekomen van de melk. Van gisteren vergeleken met gisteren. Dus dat is een supergoed teken. Dus dat doet het allemaal goed. Lucilla die gaat nu weer aankleden. En hier onder de kruik hebben we lekkere warme kleertjes. En dan is hij weer fris voor vandaag. Kijk, bij zo'n lijst houdt Ina allemaal bij. De temperatuur en het gewicht. Dus het gewicht allemaal. Gaat. Goed. Nu gaat het aan iemand vragen. Ja, oh ja. En een grafiekje zit erbij hieronder. Ja. De grafiek is nog steeds lekker warm hoor. En het teentje. Teentjes tussendoorheen. Ik krijg 4. 5. Ja. 5 teentjes. Vergeet er geen één, hè? Nee. Alle teentjes. Kijk eens aan, Lucilla. Kun je dat goed? Kijk, weer 5 tintjes, hè? Ja, weer 5. Laat ik je nog even. Hè? Geen 1 gemist? Nee. Mooi. Op de zijkantjes. Billetjes. Zo. Dan kun je ze op de billetjes trekken, zo. Oh ja. Ja. Zo. Heel goed. Terugdraaien. Een beetje netjes doen. Kijk eens. Aan. Zo. Alleen de sokjes nog, of kan hij wel op zijn blote voetjes? Truitje. Je struitje. Oh. De sokjes hebben we gepakt. Ja. Alle 5 vinkjes. Mm-hmm. Ze zitten er nog aan. Mooi zo. Een beetje lastig, hè? Een beetje lastig. Mm-hmm. Ja, dat is goed. Lukt je wel? Dat is ook een klein babytje. Even kijken of Ina het goed heeft gedaan. Ja, helemaal goed. Ja, zo goed. Nou, dan een laatste knoopje. Weet je niet de laatste? Oh, tweede laatste. Drie laatste. Ja, mensje erbij. Sokjes erbij. Ben je klaar? Ik ga pakken. Nieuwe dag. Oh. Ina, kun jij je hoofdje even optillen? Kan ik. Gelukkig. Kijk eens. Ja. Mooi. Mooi. Beetje schuin. De oortjes er goed in. Oh ja. Ik ben super. Ja. Lukt het liefst? Nee. Het zijn de oortjes. Het zijn lastig, hè? Ja. Kijk eens aan mijn kleine voetjes. Ja. Pas toch.
Nou, de haartjes nog even borstelen. Ja, dat vindt hij wel het lekkerst. Ja. Om de hele aankleden. Dat vind je wel lekker. Lekker kriebel op je hoofd. Ja. Zo. Nou, mutsje eroverheen. Kijk, dan ben je weer klaar voor een nieuwe dag. Wat staat er op het shirtje? Hello little one, it's a new day. Hallo kleintje, het is een nieuwe dag. Ja, heel goed. Nou, top gedaan kinderen. Dankjewel. Heel goed. Het mutsje die zit niet helemaal. In een mooie wikkel safari doek. Ja. Ja, dan was het safari die is allemaal die. Eerst deze. Dan die. Oh. Ik denk iets meer. Dan pak hem in als een klein cadeautje. Ja, ach, kijk dan. Dierenklein cadeautje. Nou, kijk eens aan. Nou, weer in je wikkeldoek. Ja. Goed gedaan. Mooie, hè? Ja, mooi hè? Ja. Kijk, ik zie. Zie je dat? Is hij weer schoon. Ja. Lekker aan het sabbelen op zijn eigen vingertje. Ja. Oh, zo schattig. Ja. Lief hè? Ja. Meisjes. Nou, hij is lekker gewassen. Schone luier, schone kleertjes. Net weer lekker borstvoeding gegeven. En nou slaapt hij weer. En dat is eigenlijk het enige wat hij de hele tijd zich herhaalt. Voeden, slapen, verschonen. Voeden, slapen, verschonen. Soms is hij wel even wakker. Dan kijkt hij even met zijn grote oogjes rond. En dan gaat hij verslapen. Hij is dus 30 gram gegroeid sinds gisteren. Supergoed. Dus het gaat weer de goede kant op. Het is altijd even de eerste dag dat de baby's even wat afvallen. Het begin eventjes weer wat minder. En dan de dag daarna, als het goed is, gaat het dan weer goed. Als de borstvoeding goed op gang is gekomen. En hij goed heeft gedronken. En dat is het geval. Dus dat is super fijn. Ja. Ja. Voor de rest is het alleen maar genieten. Ja, en we krijgen dus ook graanbezoek. Ja. Tante en oom en de neefjes komen jou bewonderen voor de eerste keer. Je hebt geen één neefje, maar twee neefjes. Ja. Dat klopt. Jij bent een nichtje. Ja, een nichtje. Ja. En ik heb alleen neefjes. Ja. Geen nichtje. Wel, Danai. Oh ja, Danai. Ja, dat klopt. Danai is, is het dochtertje van mijn zus. Ja. Dat is jullie nichtje. Eén nichtje. Ja, die kunnen dus met corona kunnen ze dus niet overkomen vanuit Zuid-Frankrijk en vanuit Engeland. Maar je kan wel een filmpje erin sturen. Ja, ik heb een Skype afspraak met tante Iris gemaakt vanmorgen. Vanmorgen? Gaan we Skype kraambezoek doen. Dat is ook leuk, hè? Maar dat hebben we morgen op de planning staan. Kijk dan hoe lief jongens. Kijk dan hoe schattig. De hele dag alleen maar knuffelen. Meer is het niet. Nee? Meer hoeft ook niet. Het zijn de kleine geluksmomentjes. Hè? De geluksmomentjes. En het ruikt zo lekker. Newborn baby's ruiken zo lekker. En dat duurt maar even. Dat weet ik van de vorige. Het geurtje gaat langzaam, wordt het weer minder. Maar het is zo'n heerlijk geluksgeurtje. En de kinderen vinden dat ook. Ik vind hem ook zo lekker ruiken. Nou. Wij gaan nog even lekker chillen voordat zo meteen de visite komt. Och, kijk. Kom Pip er even kijken. Hey Pip. Hey Pip. Hallo. Kom ook even kijken. Kom ook even kijken bij de baby. Dit is de baby hier. Gaat ze hier bij mij liggen? Mijn vrouwtje, hè? Lekker bij de baby. Is braaf, hè? Is braaf. Kijk even, wat een handige manier. Dat is wel handig hoor, Ina. Nou, dankjewel. Een tipje erin. Zo. Zelf bedacht? Nee hoor. Oh. Gewoon. Heb ik ook van iemand geleerd. Ook van iemand geleerd. Dippen. En op het bord doen. Nou. We moeten 9 beschuitjes maken, dus daar zijn we nog wel even mee bezig. Ja, je tante is er. Met de oom en neefjes. Ja. Gaan we even kijken, zitten. Nou. Papa, even huilen. Ja, kom, gaan we even kijken bij de garage. Papa, even helpen. Ja, mama komt. Mama is daar. Kom, gaan we even kijken. Naar de garage. Ja. Ja, mama komt. Kijk, we hebben hier... Nu al Silla en Luxie hebben al mooi de tafel gedekt. Het beschuit met buisjes en het kraamboekbezoek.
Nou. Fransie, dat is een echte Bellinga Frans. Hier ben je tante Mirjam, hè? Klein kereltje. Wat een meisje. Ja, Bellinga Frans. We zitten even gezellig aan de beschuitbaar huisjes. De kraamvisite. De kraamvisite is er, hè? Ja. Ina zegt we gaan lunchen en daarna gaat varen met de baby op bed. Maar ja, dat is het goede ritme van Ina. Je moet echt een uurtje rusten. Dus van 1:30 tot 1:30 rusten moeder en kind. Even lekker lunchen met z'n allen. En meisjes hebben alweer helpen dekken. Lua laat de kraamvisite uit. En dan zeggen we aan tafel. Oh, ik dacht gewoon een ei aan op geus. Terwijl we zo lekker zitten te lunchen, dacht papa, ik moet gauw ook even een bladzijde voor Luxie reserveren. Dus Luxie, deze gaat papa met jou invullen. En dan Luan. Deze heb ik ingevuld, kijk, voor broer Luan. Mag jij dan invullen? En deze heb ik ingevuld voor zus Lucilla. Ja, jullie willen natuurlijk ook het geboorteboek staan van Lucius. Zo, nou, Farah slaapt even lekker. Ik heb Ina geholpen de tafel afruimen. Nu hebben we zullen lekker een boek even ingevuld. En ik ga even naar de rover de tuinafval en de huisafval schorten. En dan zien we jullie straks. Nou, de kids zijn even hier lekker aan het spelen. Oh, man. Oh, bij ijswater. Ja, dat is goed. Hé, hey, kinderen, ik ga even afval schorten, hè? Ina is hier in de huiskamer. Tot zo. Doei. Luxie heeft hier lekker zitten verven. En Ina en Lucilla hebben daar spelletjes gespeeld. En Ina staat nog even in de keuken, want ze heeft met Lucilla iets heel erg lekkers gemaakt. En volgens mij met Lucie, hè? Kijk, wat hebben jullie gemaakt? Deze is van mezelf. Ja. Dit is van Lucie en thuis mama. En die ook eentje van mama. Dat bordje hadden ze voor mama gemaakt, hè? Dat gaan we even lekker opeten. Dat is heel erg gezond. Sterken we heel erg van aan. Ik ga hier even zitten. Ja, ze is zo'n gezellig theekransje hier zo. Ja. Ondertussen heb ik vanmiddag even lekker heel eventjes op bed gelegen met Lucius. Hij slaapt nu weer hier in de box. Lucilla die heeft meegeholpen met Ina met de was doen. En alles weer teruggelegd op de plek. Want Ina weet natuurlijk niet waar alle onderbroeken en sokken en hemdjes liggen. En Lucilla weet dat wel. Ja, mama, deze is voor je. Oh, ja. En papa die zit ergens in de tuin. Die zit volgens mij in de grasmaaier, zagen hem voorbij vliegen. En Luan is ook buiten gaan spelen. Dus het is gewoon even lekker een beetje iedereen zijn eigen dingetje doen. Hè? Nou, lekker jongens. Lekker gemaakt. Heerlijk. Nou, en de kinderen die vermaken zich nog even lekker in de tuin. Nou, terwijl mama lekker met Luxie even aan het schommelen is, krijgt Lucius de fles van broer en zus. Oké, Woezel denkt, ik wil ook een flesje. Ik kreeg ook een flesje, Woezel, maar nu krijgt Lucie een flesje. Ja, hij kreeg ook een flesje. Dat hij kent hij nog wel. Oh. Dank je. Smakelijk drinken. Smakelijk drinken. Dat zal lekker smaken. Dat zal lekker smaken. Hebben jullie allemaal even de laatste beetje in de flex? Ik wil het, ja. Je kijkt met z'n kale oogjes, hè? Ja. Nou, boogjes. Ideaal, hè? Mama even lekker spelen met Luxie. Ja. Met Luxie ook nog even haar me-time. Me-time. En dan wij een lekker flesje geven aan broer. Tja. Broertje. En broer wil ook een flesje. Wil je ook een flesje? Ik geef ook een flesje, ja. Nou. Twee keer. En het laatste beetje van de fles van papa geven. Ja. Hoe leuk is dat? Het hoeft niet helemaal nog hoor. Als je vol zit, dan is het een beetje vol. Kijk. Dat zal we hebben. Moet jij hier even neergelegd, maar weet je wat op het melk? Pak nu even het flesje hoor. Ja. Nou, kijk okay, eens, daar is chef kok Luan. Kok zit aan het werk. Les bij Ina. Hè? Wat gaan we eten, chef kok Luan? Macaroni met echte zelfgemaakte gesneden, gezonde groenten. Oeh, nou, ja, dat is super. En tomatensaus. En tomatensaus. Ik ga Lucius nog even zijn laatste beetje fles geven. Ja, want die had de bus hier bewaard. En mama is heerlijk met de meisjes aan het spelen in de tuin. Kijk. Ondertussen ligt Lucius alweer lekker in zijn box. Heb ik net eventjes lekker buiten gespeeld met Luxie zandtaartjes zitten maken met haar... In haar huisje.
En Ina heeft heerlijk gekookt, jongens. Het ruikt lekker. Kijk eens, ze zitten allemaal aan tafel. Samen met Lucilla. Nou, samen met Lucilla en Luan. Ja, de hulpjes. Ja, heel goed gedaan hoor. Macaroni à la Ina. Macaroni à la Ina. Kijk eens. Dat ziet er lekker uit, jongens. Nou. Dat lust ik zie ook wel, hè, liefie. Nou, en smakelijk. Nou, eet smakelijk. Maar zo eindigt onze derde dag met onze lieve Lusjes in ons midden. In onze kraamwijk. Wij gaan lekker eten en dan lekker in bad en in bed. Nou, ik ga niet in bad, maar lekker onder de wol. En morgen weer een nieuwe dag. Vond je het dan weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Oh, ja, volg je hart, boem boem mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet.